We hebben vanmiddag de jaarlijkse Sint-Joris-lezing. Altijd de eerste zaterdagmiddag van oktober. En wie spreekt er vandaag? Vanmiddag spreekt Khadija Ariep. En we hebben een prachtige muzikale omlijsting. Dat is een jongman uit Syrië die mooi viool speelt. Tijdens corona is de jongenslezing altijd doorgegaan. Het is een beetje onwennig, want er zijn heel veel zaken niet doorgegaan. Maar de jongenslezing is altijd doorgegaan. Met als centrale vraag hoe wij het vertrouwen in de politiek kunnen verbeteren. De slagkracht van de overheid te vergroten. Het evenwicht in de samenleving te herstellen. Maar na deze week denk ik één ding niet zo. Dat wil ik even kwijt. Dus hoe versterken we de relatie tussen burger en politiek? Hoe herstellen we het verstoorde evenwicht? Hoe bouwen we aan vertrouwen en zorgen we ervoor dat de overheid beter functioneert? Door samen een nieuwe visie op de bestemming van Nederland te ontwikkelen. Een nieuw sociaal fundament dat niet alleen inspireert, maar ook activerend werkt. Of zoals mijn collega Pieter Omtzigt zegt, een sociaal contact met de burger. We moeten ons er meer van bewust worden dat er meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt. Samen onze gemeenschappelijke kenmerken te herijken en een koers uit te zetten met een grote meerderheid in Kampenaren. Dank u wel. Thank you.